maar even alle gekkigheid op een stokje. En dan bedoel ik ook echt alle gekkigheid. Zeg maar Zoe Saldana die Nina Simone speelt, gekkigheid. De afgelopen paar weken zijn we echt doodgegooid met de trends over boxer braids en de nieuwste invlechten gespot bij Kim Kardashian. Over de Kardashians kan ik nog een heel ander boekje open doen over alle dingen waaraan ik me erger als het gaat om die dames. Maar voor nu wil ik me vooral richten op het positieve en het feit dat deze vlechten al sinds jaar en dag in de zwarte gemeenschap zichtbaar zijn. Ik bedoel, ik weet nog heel erg goed dat mijn moeder deze vlechtjes op mijn hoofd aan het vlechten was. En dat het eigenlijk best wel pijn deed. Maar dat ik aan het einde van de rit dacht van, yes, I look hot. Wel, not hot, toen ik heel jong was. Niet hot, maar cute. Deze zogenoemde haartrend en de verontwaardiging en de woede die ontstaan bij het benoemen van deze haartrend of het herbenoemen van deze haartrend, dat komt ergens vandaan. Dat is niet zomaar. En ik weet dat heel veel mensen zoiets hebben van lekker boeiend en waarom maak je zo druk en waarom moet je altijd zo bitchen op de Kardashians en ben je gewoon jaloers of dit of dat of zus of zo. Het heeft met zoveel meer te maken. In eerste instantie wilde ik niet zoveel zeggen over deze nieuwe haartrend, maar toen ik deze video zag, kon ik het niet laten. Let even op, want het zijn twee strakke invlechten die nu helemaal hip zijn. En inderdaad, voor het eerst gedragen in de bokswereld. Maar de boksers hebben concurrentie gekregen. Dankzij wie anders dan modepopje Kim Kardashian. Iedere modeminnend meisje wil ze nu ook hebben. En ook zangeres Katy Perry, modeblogger Chiara Ferragni en actrice Amanda Seyfried zijn al met de vlechten gespot. Maar, klein probleem, het zijn niet zomaar twee vlechten. Nee, er is een speciale techniek vereist om de boksvlechten te maken. En die heb je niet zomaar onder de knie. Really though? Op de een of andere manier wordt de witte mens als een soort standaard gezien en worden de rest van ons gehouden aan die standaard. Wat overigens niet eerlijk is. Laten we onszelf de vraag stellen waarom de media er herhaaldelijk voor kiest om culturele verschijnselen die niet per se bij een witte gemeenschap vandaan komen, om die toch keer op keer te whitewashen. Het gebeurt sinds jaar en dag. Ik bedoel, als we kijken naar Hollywood, daar gebeurt het al sinds jaar en dag dat witte mensen donkerder worden gemaakt of geel worden gemaakt of wat dan ook worden gemaakt om mensen van kleur te vertegenwoordigen of te representeren. De grote vraag is dan natuurlijk altijd waarom ze niet gewoon een actor of color inhuren om die rol te spelen. Het excuus dat ze er niet zijn, dat hebben we gehad. We zijn er. Hoi. Kijk naar de muziek. Rock en roll. Het zou me niks verbazen als we over 10 jaar horen dat R&B misschien bij Justin Timberlake vandaan komt. Maar iets als rock en roll, dat komt eigenlijk van Big Mama Thornton, als ik het goed heb. Correct me if I'm wrong, maar het komt bij de black community vandaan. So, waarom kiest de media ervoor om toch telkens dit soort verschijnselen, culturele trends, zoals ze dat dan noemen, toe te wijzen aan mensen die er eigenlijk vrij weinig mee te maken hadden. Ik bedoel, what type of game are we playing here? Als er herhaaldelijk tegen jou wordt gezegd dat je huidskleur niet mooi is, dat je haar niet mooi is, of de manier waarop je je kiest te presenteren niet mooi of gewenst is. Als dat herhaaldelijk tegen je wordt gezegd en je vervolgens een tijd later ziet dat dezelfde mensen die hebben bedacht dat het niet mooi is, dat als een nieuwe trend zien en dat als nieuwe trend zich toe-eigenen, dan is daar best wel wat mis. Vind je ook niet? Moraal van het verhaal, give credit where credit is due. Zo moeilijk is het zeker niet. Ik bedoel, als je dan iemand credit geeft, geef dan gewoon de juiste persoon credit. Doe een beetje je research. Come on, son. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om uit te dragen waar je trots op bent. Om je niet te verbergen. En om gewoon te zijn wie je bent. Zonder schaamte, zonder schuldgevoel. En ook vooral aan andere jonge zwarte meiden te laten zien van, yo, je mag er wezen. Maak je niet druk om wat anderen zeggen. Aan alle mensen die trots zijn op hun haar en die graag willen uitdragen en vooral willen laten zien van, yo, weet je, you better know where this trend started. You better know waar dit allemaal is begonnen. Van 21 tot en met 27 maart, als ik het goed heb, gaan alle dames van de Natural Hair Club op Facebook hun haar in invlechten dragen. Ik vind het natuurlijk ook ontzettend leuk trouwens om te horen
wat voor benamingen er allemaal zijn voor cornrows of kwikwikbaas. Ik zag op internet al wat benamingen voorbij komen, maar ik vind het veel leuker om van jou te horen wat voor benamingen er nou eigenlijk allemaal zijn. Don't forget to sprinkle that black girl magic all over the place. Be you, unapologetically. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Laat me ook vooral weten wat je vindt van het onderwerp van deze video. Laten we in de comments doorpraten of discussiëren. But keep it respectful, please. En als je meer info wilt hebben over wat ik nou precies bedoel, als je het niet helemaal hebt begrepen uit deze video, klik dan even door naar mijn blog. Dan zie ik je daar. En anders zie ik je in de volgende video weer terug. Ciao! En ik heb ook een link gezet naar mijn blog waar ik nog meer artikelen over mijn haar heb. Maar laten we snel beginnen!